In Dashcam laten we u gevaarlijke en opmerkelijke verkeerssituaties zien in Nederland. Hoe komt het zo ontstaan en wie zijn de mensen die soms met gevaar voor eigen leven moeten handelen? Ja, als ik dit zie, snap ik heel goed dat het aantal ongevallen met fietsers gigantisch is toegenomen. Vandaag uit de Dashcam mee met Henry Janssens. Henry is al meer dan 40 jaar buschauffeur in Venlo en omstreken en stoort zich mateloos aan het bizarre rijgedrag van de fietsers. Daarom stuurde Henry ons deze filmpjes, om te laten zien wat hij als buschauffeur zoal meemaakt. Ik wil buschauffeur Henry heel hartelijk bedanken voor het insturen van deze filmpjes. Zo is heel goed te zien dat meerdere fietsers in Limburg echt spelen met hun leven. En dat het de 61-jarige Henry hoog zit, blijkt wel uit de brief die hij ons samen met de bizarre beelden opstuurde. Daarin noemt de doorgebinterde chauffeur het gedrag van de fietsers asociaal en hufterig. En vindt hij het idioot en krankzinnig dat fietsers in het verkeer nog altijd een beschermde status hebben. Ja, ik snap de woede van buschauffeur Henry hier heel erg goed. Want het is inderdaad de automobilist of buschauffeur die aansprakelijk wordt gesteld wanneer hij een fietser zou aanrijden. Die wet is ooit bedacht om fietsers te beschermen, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat een beroepschauffeur zulke idiote capriolen moet uithalen om niet iemand plat te rijden. Toch is dit wel de realiteit waar buschauffeur Henry dagelijks mee te maken heeft. In de brief die hij aan ons heeft geschreven zegt hij dan ook blij te zijn met zijn dashcam. Mocht het nu toch een keer fout gaan met fietsers, heeft hij tenminste het haarfijne bewijs in handen. Ja, ik hoop dat fietsers goed naar dit filmpje gekeken hebben. En dan met name in Limburg, want de cijfers liegen er natuurlijk niet om. Volgens de meest recente worden er 185 fietsers per jaar doodgereden. En de verwachting is, mede door de opkomst van de e-bikes, dat er dit jaar meer doden op de fiets zullen vallen dan onder automobilisten. En dat is sinds 1961 niet eerder voorgekomen. Maar als je deze filmpjes ziet, ja, dan begrijp ik heel goed hoe dat komt. Heeft u ook een opmerkelijke video gemaakt met uw dashcam? Of kent u een verkeerssituatie die levensgevaarlijk is? Mail dan de redactie en wie weet zien we uw video dan een volgende keer in Dashcam.